Marvel bestaat 50 jaar. Jan Baks, die organiseert hier van allerlei dingen. Ja, ik ben gevraagd om het beschikbaar te stellen voor de jubileumcommissie. Nou, dat leek me een leuke uitdaging. We hebben daar een leuke groep samengesteld en we zijn eigenlijk al in 2012 begonnen met de voorbereidingen. We hebben een aantal activiteiten gepland. Een van die activiteiten was een estafetteloop. Dat hebben we inmiddels gerealiseerd. Dat was ook een hele mooie opkomst en ook een hele mooie opbrengst. Daarna hebben we een georganiseerd leden koken voor leden. Dat was ook een grandioos succes. Het was een fantastisch diner wat er klaargemaakt was voor de mensen die kwamen. En we waren daar ook ondersteund door de jeugd. De jeugd die deed daar de bediening. Dus het was eigenlijk een heel mooi groepsgebeuren van Marvel. Een volgende activiteit die vindt vandaag plaats. Dat is gisteren al begonnen met het nachtspectakel voor de jeugd. Die hebben de hele nacht hier in tentjes geslapen en niet geslapen vooral. En hebben ook gisteren, net als wij, genoten van het voetbal. Vooral de oudere jeugd heeft daar naar gekeken. En vandaag hebben we dan de zeskamp. Ook erg mooi opgezet, vooral door Monique. Monique heeft daar de leiding in genomen. Ook met onze hele organisatie, hele groep, hebben we eigenlijk de zaken verdeeld. Elk teamlid die heeft een activiteit op zijn bordje gekregen. Nachtspectakel van atletiekvereniging Marvel, dat organiseren we al jaren. En dat is een evenement voor de pupillen en de jongere junioren. Waarbij ze in tentjes overnachten op onze accommodatie. En waarbij we diverse spelen doen. In de kantine knutselen we altijd een stukje. Daarna, als het dadelijk donker is, gaan we het bos in en gaan we het nachtspel organiseren. Dan hopen we dat er nog geslapen gaat worden vanavond. Nu zijn we bezig met diverse spelletjes op het veld. Een kleine mini-zeskamp. De grote zeskamp is tenslotte morgen. Er wordt constant gewisseld. We hebben groepen gemaakt. Voetballen en door, fluisteren, zeg het eens. Ja, dus we hebben dus diverse spelen zoals voetballen, een fluisterspel, een hindernisbaan. Maar ook een pauzespel waar wij ze marshmallows gaan roosteren. Een geweldig festijn hier, een van de organisatoren. Deze dag hebben we voor de jeugd en de volwassenen die mee willen doen een zeskamp. Met allemaal wel spellen die wel een beetje te maken hebben met atletiek. In eerste instantie is het voor de jeugd, maar het is gewoon ook hartstikke leuk dat er veel volwassenen hebben aangehaakt. Ja. En ook de oudere jeugd, die doet ook mee. Ja. Jullie hebben veel jeugdleden, hè? Ja hoor, we hebben een hele actieve vereniging. Dankjewel. Graag gedaan. Hoe heet jij? Linka. Ja, je bent flink aan het springen hier, hè? Ja. Vind je het leuk vandaag? Ja. Ja. Ben jij bij Marvel? Ja. En wat doe je daar allemaal? Hoogspringen, verspringen, vortex werpen. Een heleboel dingen dus, doe jij. Ja. Goh, en vind je dat leuk? Ja. Hoe vaak ga je trainen? Heel vaak. Heel vaak? Elke week? Elke week, ja. Ja. En nou is vandaag feest, hè? Waarom is het feest? Dat weet ik niet eigenlijk. Dat weet je eigenlijk niet. Maar Marvel bestaat al heel lang. Marvel 50 jaar. Ja, Marvel 50 jaar. Ja, ik ben 18 jaar penningmeester van deze club. Een mooie club waarbij ik, doordat mijn dochters gingen atletieken, betrokken ben geraakt bij de club. Ik ben nog steeds zelf actief als penningmeester, maar niet als actief als lid. Want dat probeer ik dus altijd een beetje te gescheiden te houden. Komt waarschijnlijk wel als ik straks meer tijd heb na mijn pensionering. Maar dan, en het is een hele leuke club, we hebben ongeveer 300 leden. We organiseren best wel heel erg veel. Je ziet nu weer die activiteit die we nu kunnen ontplooien met die 50 jaar.
heel actieve vereniging waarbij de activiteitencommissie voor de jeugd mooie activiteiten opzet. Een nachtspectakel, een kamp. En wij gaan ook met onze leden naar diverse activiteiten. We kennen La Roche, we kennen de Rabobank Paarsloop en de Sparrenbosloop. De Don Quixote Paarsloop. Sparrenbos doen we die al jaren en jaar organiseren. En we hebben nu sinds 2002 deze mooie accommodatie. En we hopen die nog lang te kunnen blijven gebruiken. Jullie hebben veel jeugdleden, denk ik. Ik zie er tenminste nogal veel hier. Ja, we hebben toch 30% van ons ledenbestand zijn jeugdleden. En we hebben op dit moment 300 leden. Dus een kleine 100 leden zijn jeugdlid. Vanaf pupillen tot en met junioren tot 18 jaar. In de leeftijdscategorie 18 tot 30 wordt het minder. Maar ja, dan hebben de jeugd andere behoeften en wensen die wij niet altijd kunnen vervullen. Maar het is de jeugd groeit bij ons gestadig. Een prachtige accommodatie hier ook. Ja, heel mooi. We zijn er ook heel blij mee. We hebben lange tijd gewerkt op een grasaccommodatie. Was ook goed. Maar dit is natuurlijk iets wat een atletiekvereniging eigenlijk wil. Hè? Een atletiekvereniging wil natuurlijk sporten op een kunststofaccommodatie met alle mogelijkheden die er zijn om wedstrijden te kunnen doen. Nou, we hebben een jaar of twee keer per jaar hebben we een wedstrijd op deze accommodatie. En daarin is de jeugd ook heel erg bij betrokken. Dus het is een heel mooie accommodatie. Wat wedstrijdsport betreft, echt presteren. Hoe zit dat bij jullie vereniging? Nou, presteren. Onze vereniging is een recreatieve vereniging. Als er leden zijn die echt er bovenuit springen, dus zijn het leden die echt toppers zijn, dan kunnen wij die als Marvel niet echt begeleiden. Dus dan zeggen wij ook, ga naar onze buurvereniging Prins Hendrik. En we hebben ook al een aantal leden over kunnen dragen aan Prins Hendrik. Die nu ook al landelijk al een naam gemaakt hebben. Een vereniging drijft vaak, bijna altijd, op veel vrijwilligers. Hoe zit dat bij jullie? We hebben ruim 100 vrijwilligers. Daar doen wij wat voor. We doen één keer per jaar hebben we een feest voor die vrijwilligers. Maar we doen ook rond Sinterklaas krijgen ze altijd een kleine attentie. Niet meer als een kleine attentie. Gewoon om aandacht te besteden aan die vrijwilligers. En we doen dat met een kleine attentie en een gedichtje erbij. Waar we ze hartstikke bedanken voor wat ze daarvoor doen. Wij hebben een hele gezonde vereniging. We hebben altijd, ook al hebben we deze mooie accommodatie, een positief saldo kunnen bewerkstelligen. En we kunnen daardoor ook al die activiteiten die we doen, op een nette manier doen. Heel veel succes nog. Dankjewel. Hey. Hallo, hoe heet jij? Lucas. Ja, wat ben je aan doen vandaag? Hm? Wat ben je hier aan doen vandaag? Zeskamp. En wat doe je dan allemaal? Zes dingetjes van atletiek. Zo. En wat ben je nu aan het doen hier? Bal werpen. Ja. Ben je ook bij Marvel? Ja. Ben je ook bij Marvel? Wat doe je bij Marvel allemaal voor sporten? Heel veel. Nou, vertel eens. Zoveel dat ik niet meer allemaal weet. Dat ik niet allemaal weet? Wat doe je bijvoorbeeld? Hardlopen? Ja. En speerwerpen? Nog meer dingen? Ja, veel meer. Ja, veel meer. En jij houdt ook van voetballen, zie ik. Nee. En je hebt een Philips shirt aan. Ja. Ik zit niet op voetbal. Nee, maar hou je wel van voetballen ook? Oh, dat vind je ook wel mooi. Ja. Doe je ook wel eens naar kijken dan? Ja. Oké. Okay. En nou moet jij gaan gooien. Gaan wij eens kijken hoe jij kan gooien. Ja. Is goed? Ja. Oké. Okay. Ja, heel goed. Yeah!
Weet ik even op de televisie? Ga de kijkers de groeten doen aan mijn zus, want die ligt thuis te bed. Ja, doe maar. Toos, ik ben hier bij Willem. Kom, er hebben ze het even staan. Ik sta hier, neffe Willem van de Marvel. En wij gaan dus eigenlijk dadelijk, ja, ga je niet, want jij bent ziek, maar ik gewoon ons dadelijk inlood schrijven. Want dat hebben we afgesproken. Dat is goed. Ja? Hebben we dat afgesproken? Word jij nog bezig met onze speech? Nee, dat kan ik dan. Maar dat heb ik dan. Dat is goed. De 29e hebben jullie nog iets belangrijks. 29e, daar kan ik zelf wel wat meer over vertellen. Ik heb op een gegeven moment het idee opgepakt om iets te organiseren op het gebied van hardlopen. Nou, daar is dan de Campina loop uitgekomen. Ik heb contact gezocht met Luc Rozen en Willy van der Langenberg. We hebben samen rond de tafel gezeten en uiteindelijk zijn we tot overeenstemming gekomen om eenmalig in de Campina een loop te organiseren. Nou, dat gaat inderdaad 29 juni plaatsvinden. We gaan dan starten om 10 uur met een kidsrun en daarna hebben we een prestatieloop voor, eigenlijk voor iedereen die daaraan mee wil doen. Het bestaat uit 3 ronden, men heeft de keuze om 1, 2 of 3 rondes te lopen, waarbij 1 ronde 5,7 kilometer is. Maar er is nog iets heel, heel bijzonders aan die Campina loop, want om daar te mogen lopen is nog niet eenvoudig, heb ik eens een keer begrepen. Nee, dat is echt, en dat heeft ook Natuurmonumenten uitdrukkelijk gezegd. Het is eenmalig. Trek daar geen conclusies uit dat je dit jaarlijks kunt organiseren. Dat is niet in vraag. Dus, ja. Maar er is ook een maximaal aantal deelnemers door Natuurmonument toegezegd? Of? Nou, dat is niet door Natuurmonument toegezegd. Men heeft wel gezegd van nou, maak er geen landelijk gebeuren van. Maar wij hebben zelf eigenlijk gezegd van nou, maximaal 500 mensen kunnen wij toelaten. Op dit moment hebben we ongeveer een 200 voorinschrijvingen, dus dat is op zich al hoopgevend. Meestal komen daar toch nog wel een 100, 150 tot 200 extra mensen bij. Dus ik denk wel dat we binnen die limiet kunnen blijven. Dat we iedereen, niemand teleur hoeven te stellen. Gaan jullie lopen? Ja. Ja? Hoeveel ga je lopen? 1 kilometer denk ik. En hoe heet jij? Suze. Ja, en jij? Suze. Ja, en hebben jullie al vaker gelopen? Nee. Nee? Ja. Jij wel? Dus jij bent al ervaren? Ja. Ja. En wat denk je ervan nou? Leuk. Ja. En doen jullie normaal ook aan, want ik zie dat jij een map hierop hebt staan. Ja. Doe jij normaal aan atletiek? Ja, ik zit op hockeyclub Map in Boksel. En zij is bij mij in het team. Dus wij, eigenlijk is het wel leuk om met elkaar te gaan rennen. Zeg maar. Oké. Okay. Ja. Ja, jij bent ook wel. Mooi zo, bedankt. Ja. Jasper, 2 jaar geleden hebben wij jou in de bossen, hebben wij jou gefilmd. En nou winnaar. Ja, dat klopt. Ja. Heb je heel veel bijgeleerd al? Of doe je het nog steeds? Ja, ik doe het nog steeds en ik een beetje getraind. Ja, nog wel getraind. Ja. Ja. Want toen zei je, dat herinner ik me nog, hè, dat je echt in de atletiek ook een beetje door wilde gaan. Ja, dat klopt. Wat doe je nou allemaal dan? Ik zit nu bij de pupillen A en ja, daar train ik gewoon nog met hoogspringen. En na november ga ik naar de junioren D. En dan komt er speerwerpen bij, met speren en ja, gewoon blijven trainen. Oké.
Zo blijf je wel op televisie komen, hè? Ja. Ja. Zo, een hele ploeg van Marvel. Die gaan vandaag het 50-jarig bestaan afsluiten. Klopt, het is een jubileumjaar en een mooie loop hier in de Campina. En nou, het is ook leuk om te zien dat hele families meedoen. Dus hiernaast mij een mooi voorbeeld daarvan. En zelf ook mee mogen helpen aan de organisatie. Het was erg leuk om te doen. Familie, stel ze eens voor. Ja, nou, we hebben Maarten en Remco. En nou, stellen jullie je ouders maar voor. Dan ben ik aan het praten. Dit is mijn vader, Twan. Ja. En dit is mijn moeder Sandra. Hallo. Okay. En jullie lopen als familie heel vaak mee? Nou, af en toe. We hebben een keertje in Drunen meegedaan met de hele familie. En nu hier in Boksel. Dat is ideaal, hartstikke leuk. En jullie zijn allemaal lid van Marvel. Wat doen jullie daar precies? Welke takken van sport? Ja, veel rennen. Maar ook ja, veel leuke onderdelen. Ja. En hoe lang doe je dat? Ik zit er op vanaf mijn vijfde. Dus, en ik ben nu 10, dus al 5 jaar. En komt dat nou van vader en moeder over, zoiets? Nee, eigenlijk niet. We zijn allebei wel sportief, maar nooit aan atletiek gedaan. Maar goed, de kinderen vonden rennen leuk, die zijn erop gegaan en die hebben ons aangestoken. Dus daarom rennen wij nu ook. En hoeveel kilometer gaat u direct lopen? Nou, ik vind 1 rondje vind ik nu wel genoeg. En dat is hoeveel? 5,7. En hoe lang denkt u erover te doen? Nou, was ik, wat zou ik zeggen, 35 minuten. En nu gaat verder lopen? Nee, ik houd het ook bij 1 rondje voor gezien. Ik heb een hamstringblessure gehad. Dus ik hoop 1 rondje vol te kunnen houden. Ik denk 1,5 uur ongeveer. Okay. Ja. En nu? Ik ga denk ik voor de 2 rondjes. En dan eens kijken hoe snel het gaat. Maar nou, het zal binnen het uur zijn. En nou, ik heb er wel zin in. Het is hartstikke mooi weer vandaag. En nou, mijn kinderen hebben net gelopen bij de kidsrun. Dus nou, moet papa het even laten zien. Oké. Okay. Ja. En papa kan het laten zien? Ja, zeker. We zijn er klaar voor. Dus we moeten nou denk ik een beetje naar de start gaan. Want nou, nog 8 minuten. Dus we gaan... Ja. Heel veel succes allemaal. Oké, bedankt. Dankjewel. Je zwaai, hè? Je hebt gegooid. Het is een vrije zicht. We hebben terug in de deelnemers. Ja, zit wel. Weg. Doei. Een afstand van 5,7, 11,1 of 17,1. En inmiddels is iedereen over de startlijn heen en zijn wij allen onderweg voor de eenmalige unieke Campinaloop. Willy, een fervent hardloper. Ja. Jaren en jaren hard gelopen, we zagen jou ook overal verschijnen. En nou sta je hier als toeschouwer. Ja. Ja, nou, ik ben een jaar geleden aan mijn heup geopereerd en kreeg het advies om toch maar niet meer gaan te lopen. Nou, dan doe je dat niet meer, hè. Specialist zei, als je verstandig bent, dan gaat het niet meer lopen. Dus nou, ik ben verstandig, dus ik ben gestopt. Verstandig? Ja. Ja. Ja, dat zei ik. Ik had niet zoveel op die dag. Maar, ja, ben je er nog? Maar dat geeft natuurlijk wel een heel raar gevoel. Nou, als ik hier nou zo aankom gelopen en ik zie die mensen aan het startbureau staan, dan denk ik, ja, ik had toch wel heel graag weer meegedaan. Ik had wel graag weer gelopen, ja. Ik heb zolang als ik zo oud als ik ben, en dat is toch ongeveer 70 jaar, altijd hard gelopen. Dus ja, vorig jaar gestopt, ja, het kon niet anders. Ja. En dan, ja, dan moet je gewoon meteen leggen. Maar je bent nog meer dingen gestopt. En hoe gaat dat nou allemaal dan? Dat gaat ook helemaal prima. Dat hebben we natuurlijk 2 jaar van tevoren aanzien komen. Van ik stop dan. Nou, en daar leef je gewoon naartoe. En ik prima invulling van mijn tijd. Ik volg het allemaal nog wel. Maar ik ga ook met heel veel plezier mijn kleinkinderen naar school brengen. En halen en mee bezig zijn. En op vakantie doe ik ook heel graag. Dus ik kom mijn tijd fantastisch door. Geen functie bij Marvel, bestuur of zo?
Nee, Marval heeft een heel goed bestuur, een hele goede voorzitter. Marval draait perfect, dus ik denk dat moeten we gewoon zo houden aan die voorzitter. Die moeten gewoon nog heel veel jaren blijven. Oké, dankjewel. Goed zo jongen, ik denk tien dus. Naast mij staat een prominent loper, Olaf van den Berg. Ja, goedemiddag. Ja, prominent loper. Ja, ik doe mijn best, hè. En vandaag kijken bij deze mooie wedstrijd van Marvel, van mijn oude clubpie. Dus hartstikke leuk natuurlijk. Ik heb hier zelf een jaar rondgelopen bij de club. Dus dan zie je gewoon veel mensen die je eigenlijk van vroeger zeg maar, nog kent. Ja, hele leuke, sympathieke, aardige, gezellige mensen allemaal. Dus en ik kom hier graag. Mijn moeder aanmoedigen natuurlijk. Ja. Oh, je moeder doet ook ja, mee? Ja, fanatieke loopfamilie en wij. En mijn moeder die is echt van een duur vermogen, dus die gaat hier ook voor de drie rondjes. En die kom ik hier aanmoedigen. Ja. Zo, je was inderdaad bij Marvel. Toen hebben ze tegen jou gezegd, ga maar weg, want met jouw talent kun je hier niet verven. Ja, goed. Ze vonden het natuurlijk hartstikke leuk dat ik bij hun liep. En ik vond het ook hartstikke leuk om bij Marvel te lopen. Alleen, je gaat toch meer op zoek naar de wedstrijdatleet om ook mee te sparren en om jezelf mee aan op te trekken. En zodoende ben ik in Vught terechtgekomen om daar te gaan trainen bij Prins Hendrik. Maar ik heb een hele mooie tijd gehad bij Marvel en daarom kom ik hier ook nog graag bij deze wedstrijden. Ja. En hoe is het nu met je conditie en wat loop je nog? Ja, het gaat vooralsnog eigenlijk heel goed. Dit jaar ben ik voorgeselecteerd voor het EK senioren in Zürich. Voor de 4x400 meter. En dit is dan mijn eerste jaar als senior. Dus het is wel prettig om op die manier de bevestiging te krijgen dat je meteen al wel een soort van aansluiting hebt bij de grote mannen. En zo hoop ik elk jaar gewoon weer een stapje te kunnen zetten en de progressie te kunnen blijven boeken. En dan komen we er uiteindelijk wel, toch? Nou, doe je vandaag niet mee? Nee. Ja, dit is echt voor de mannen en vrouwen met het duurvermogen. Ik ben natuurlijk maar een 400 meter loper. En dan is een rondje van 5,7 kilometer was het geloof ik. Dan is dat toch wel erg ver. Hoor. Ja. Maar heeft het ook te maken met de ondergrond? Is die gevaarlijk voor jou met jouw techniek? Ja, het heeft natuurlijk wel wat risico's met zich mee als je zo in het bos gaat lopen. Dat zullen de lopers zelf ook wel beamen. De wortels en de planten die overal gewoon over de weg heen steken. Dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Voor mijzelf, ik heb gisteren zelf een wedstrijd gehad, dus ik loop hier een beetje met spierpijn rond en ik ben alleen om het aan te moedigen vandaag, ja. Oké, zo gauw als je Nederlands kampioen wordt, komen we voor een exclusief interview nog terug. Ja, dat zou leuk zijn, ja okay. Dankjewel. Dankjewel hoor. Ja, graag gedaan. Goed zo! Hey, actiefoto! Maar dan had ik ook regelmatig hoor. Dat vind ik wel. Ja, de winnaar! En de winnaar heet? Ronald van Oosterhout uit Lennezeuvel. Uit Lennezeuvel. Dat is een thuiswedstrijd voor mij. Een thuiswedstrijd. En u loopt heel vaak dan? Nee, ik probeer 1 of 2 keer in de week te lopen. Dat haal ik niet altijd. Maar Campina, hè, dus echt ideaal. Leg leuk. Nee, prima. Maar u bent niet bij een vereniging of zo? Niet bij een vereniging, nee.
Dat zou je misschien graag hebben, maar nee, ik loop liefst alleen door het bos. Dus de start was voor mij redelijk... Ja. Dus, heb je steeds voorop gelopen? Sorry, nee. Bij het eerste rondje liep ik op de vijfde plek. Alleen er waren twee jongens die de 10 gingen lopen. En hier op de, tussen 6 en 7 heb ik nummer 2 ingehaald. En bij de 8 heb ik nummer 1 eigenlijk ingehaald. Ja, toen was het maar vast proberen te houden. Maar het ging niet, het was zwaar. En hoeveel kilometer was dat nou? Volgens mij 3 keer 5,5 of zo. Dus tussen 11,5. En dan loopt u normaal ook of loopt u normaal verder? En u loopt hier ook altijd hier in de campina? Ja, ik trek meestal gewoon mijn gymschoen aan en dan zie ik al waar het... Hey, Fischat. Dan zie ik al waar het Schipstrand. Ja, ja. Ja, dat is goed. Ik vind 12 vind ik leuk, ik vind 5 vind ik leuk. Maar mij niet zo uit. Ik heb ook niet die competitiedrang. Ik vind het gewoon leuk om te lopen. Ja, als ik dan voorin loop, dan probeer ik ook een andere kast erop. Dan ken ik maar één standje. Maar is dat zwaar lopen op deze grond? Nee, de ondergrond is echt perfect, ideaal. Het is lekker lopen. Ik loop graag onverhard. Maar het is erg benauwd. Voor de start was al zweten. Dus ik had mijn zoon halverwege neergezet met een flesje drinken. Snel een slokje, flesje weggooien, flesje oprapen. Dat moet je wel doen, denk ik. Ik drink anders nooit, heel slecht drinken. Dus misschien even daar wat geholpen. Ja, ik weet niet. Mag ik uw leeftijd vragen? Ik ben 50. Zo. En u doet het hele leven al? Nou, ja, ik loop al lang aan natuurlijk, maar dus dat is ook ervaring misschien, gewoon met duurlopen. Oké. Ja. Nou, in ieder geval hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En tot de volgende overwinning dan. Ja, we zullen zien wat die is dan. Okay. Bedankt. Jullie ook bedankt, succes hier.